Yo kijkers van Snowset, welkom allemaal bij een heel nieuwe video op het kanaal. Ik ben hier vandaag weer met Thomas en mijn batterij is blijkbaar bijna plat, want er is iets aan het pinken in mijn scherm en ik weet niet wat dat is. Ah nee, hij staat bijna vol. Oh fuck, ik heb nog maar 3 minuten aan beeld. Ça va. Cam crash. Waarschijnlijk. Jij kunt zo staan wachten zo. Maar hoe kan dat? Daar zit fucking 64 gig in. Misschien omdat ik nog niks heb geweest. Ja, dat kan daar aan liggen. Maar serieus, dezelfde map spelen? Komt een ondertje. Ah ja, maar ik heb die geselecteerd. Ik vond dat leuk. Dat is een goede map. Ik vond dat leuk als ik ja, dat is een lange map. Ja. Ik weet wel dat de laatste facecam... Godverdomme dood. Ah, goed jongen. We moeten winnen en dat is een godverdomme dood. Hoe dan? Op dit moment is de score... Niet goed. Drie wins, 2 losers, dus plus 5 in totaal. Ah, wacht, je bedoelt de globale score. Ik bedoel de gamescore van nu. Ja. Hé, maar Thomas, moeten we daar nu iets over zeggen of niet? Je weet wel over wat nu. Gewoon ja of nee? Ja. Oké. Okay. Ja, het was al zaad gewoon. Zoals jullie hebben gezien, er gaan een klein beetje... Nederlands voor de win, jongens. Austin bleef. Probeer nooit Nederlands te praten met mij. Geen goed idee. Goed, zoals jullie hebben gezien is Jover relatief weinig op Synonymous Fits gekomen. Het is niet door ruzies of zoiets, dus ik ga dat ook niet zeggen. Want ja, het is niet door ruzies. We hebben gewoon beide beslist, omdat hij zei van ik zou graag een eigen kanaal beginnen. Hebben wij gezegd oké. Maar wij vinden het een klein beetje, omdat natuurlijk ook relatief veel tijd willen besteden in Synonymous Fits zelf. En hij wil ook relatief veel tijd in zijn kanaal steken, snappen wij ook. Maar wij gaan geen van onze 2 kanalen eronder laten leiden eigenlijk. Zijn kanaal niet, zijn nieuw kanaal niet. En ons kanaal ook niet. Dus hebben wij dan samen beslist om te zeggen van... Ja, oké, we gaan verder. We zijn nog vrienden, we recorden nog samen. We spelen nog samen. Alleen het enige probleem is... We werken niet meer aan elkaars kanaal. Dat is apart. Dat valt er samen als Jorven gaat niet meer editen. Jorven gaat niet meer editen voor ons kanaal. Je gaat hem nog wel soms een keer zien in ons, als hij mee kan doen. Als hij niet moet recorden voor zijn kanaal natuurlijk. Dan gaan jullie hem nog eens zien op Synonymous Fits. Misschien gaat zijn neef dan ook doen. Sowieso, wij blijven goede vrienden zoals ik zei. Zijn kanaal gaat ook in onze beschrijving komen. Hij gaat ook waarschijnlijk in onze lijst met vrienden van rechts. Of ja, je weet al. Komen van kanaal die de moeite. Ja, aanbevolen kanalen kon niet op naam komen, sorry. En ben weer al dood, weet je wat? Ik ga even uitleggen. Dus we gaan hem sowieso. Ja, wij hebben hem niet gedumpt als vriend, laten we het zo zeggen. Het is niet dat wij zeggen als hij een eigen kanaal. Nederlands. Als hij een eigen kanaal wilt, zeggen wij oké, ja, dat is uw eigen keuze. Maar dan moet je ook wel een klein beetje begrijpen dat we onze beide kanalen er niet onder laten leiden. Dus je moet niet denken, je moet niet in de comments plaatsen van ja, hebben jullie nu ruzie, want we hebben al sinds geen ruzie, dat zeker niet. We hebben gewoon te samen beslist van ja, oké, wat gaan we nu doen, aangezien hij wil een apart kanaal, wij willen ons kanaal. Maar ja, dan moet er een oplossing uitkomen en dat was eigenlijk de meest redelijke en makkelijkste oplossing op dit moment. Zoals ik ook zei, hij komt nog terug op zijn andere fit waarschijnlijk een keer in een video of zo. We gaan een keer meedoen met COD, wij gaan een keer meedoen met hem waarschijnlijk ook. En dus ja, wij stoppen niet met elkaar te kennen, zoals ik zeg. Ik maak al letterlijk meer kills tijdens die uitleg. Dus wij gaan elkaar niet dumpen als vrienden. Het enige verschil is gewoon dat er 2 kanalen komen. Zijn kanaal komt natuurlijk in de beschrijving. Van deze video ook, als hij dan al kanaal heeft. Wie weet nooit, wie weet is hij nog over een naam aan het nadenken, kan altijd gebeuren. En hij komt ook in de aanbevolen kanaal en dat is eigenlijk het enige wat wij daar op dit moment over moeten zeggen, denk ik. Sowieso, ik wil Jorven wel veel succes wensen, wil ik eerst ook. En bedanken voor alles wat hij al gedaan heeft. Bedanken sowieso. Voor alle edits en ideeën. En zeker om ons mee te helpen gewoon op dat moment. Want in het begin... moesten wij ook zelf nog relatief heel erg veel zoeken naar wat het beste was voor ons in ons schema. Daar heeft hij ons ook vrij mee geholpen in verband met ideeën en hoe dat we het willen plannen.
ga dat nu even duidelijk zeggen. Wij hebben letterlijk uren gezeten aan onze planning te maken, omdat wij een goede planning willen en niet een planning van, ja, die om de 5 minuten verandert, zoals dat misschien als je ons kanaal in het begin kende, wel vaak het geval was. Maar zoals nu, als je misschien wel hebt gemerkt, 6 video's was voor ons moeilijk in het begin, maar met de nieuwe methode die we nu gebruiken, kunnen we makkelijk 8 video's halen. Ongeveer toch? Als ik die bij mijn vriendin zit. 8 video's, jawel. Ja, we hebben 8 video's. Dus waarschijnlijk komen we ons een keer tegen op zijn kanaal en jullie komen hem nog tegen op ons kanaal. In een COD, als hij zin heeft om een keer mee te recorden COD. Wij zeggen ook elke keer als wij spelen van, ja, oké, wij recorden nu iemand zin om mee te doen. Of ja, iemand die kan meedoen. Mm-hmm. En als hij dan kan, ja, doet hij mee. Als hij niet kan, dan doet hij niet mee. Dus hij had natuurlijk een serie speciaal voor ons twee, wat ik niet echt denk dat we op dit moment een serie voor hebben. Build Your Race. Allemaal. Het is niet speciaal voor ons twee, hè. Het is niet dat er anderen niet mogen meedoen, hè. Wat? Oh, ik weet niet. Ja, maakt niet uit. Je snapt wel mijn punt. Daarvoor, gewoon. Serieus? Sowieso Jorven ook bedanken voor, heeft Thomas al gedaan. Maar, ja, ook van mij. Maar het is een beetje dom om het zo 2 keer exact hetzelfde te zeggen. Dus ik wil hem wel bedanken. Ik ga het gewoon zo zeggen. En, eigenlijk mogen we dat niet zeggen, hè. Dat is precies dat we hem nooit meer zien. Allee, van, ja. Thomas, we gaan u missen. Nee, oké. Oké, dat klonk echt zo grof. Even zeggen van, zo alsof we een en dan zo, nee, toch niet. Dat klonk niet open. Klonk echt grof. Oké, sorry, Jove. Ik wil gewoon nog 1 ding zeggen. En dat is gewoon, vrij succes met uw kanaal. En, ook aan uw neef. Ja, aan uw neef. En, nu mama, veel pak succes onze met subs u niet af. Nee, dat is wel eens Trouwen niet. Trouwen gaat ons helpen, wij gaan Trouwen helpen. Mm-hmm. Als Trouwen vragen heeft voor een banner of zo. Gaan wij die ook als wij tijd hebben, natuurlijk! Okay, alsof jij banners maakt, worst. Ik kan banners maken. Als ik wil. Ik daag je uit. Nee. Dus Tom gaat tegen volgende week een nieuw banner maken, staat nu op beeld. En je knipt deze er niet uit. Ik knip deze er wel uit. Want ik zweer, ik ga het zo lang maken. Tom gaat een banner maken. Thomas, stop. Je moet een banner maken. Nee. We hebben nu een banner. Het is een speciaal andere banner gemaakt voor Sinan zit en nu wilde ik er een andere banner. Nee. Gewoon een banner om te zien of jij wel zeker een banner kunt maken. Dingen. Ja, maar ik doe dat niet. Ik doe dat enkel als het nuttig is. Maak een banner voor Charmin dan? Ja, zonder naam en zonder iets, daar ben ik echt tot... Daar ben ik echt veel mee, hè. Komt nog. Ja, dat is wel waar. Zo is die dan. Ja, what the fuck, mijn code. Maar goed, dus voor de rest ga ik daar niet veel meer over zeggen, want... We hebben al 5 minuten gevuld. Ja. Oh, kijk, we zijn verloren. We hebben weer 0. Wat een verrassing. Dus jongens en meisjes, dit was dan weer voor een nieuwe video op Stenand of Zit. Als je het leuk vond, waarom kijk ik nog even naar mijn camera en record toch niet meer? Als je het leuk vond, beloont dan zeker even met mijn blauw duimpje omhoog. Klik ook op die abonneerknop als je het niet hebt gedaan. Deel deze video met je vrienden. Reageer op video's. Dan vond ik het terug, zeg wat ik altijd zeg. En dat is Stay Synonymous. Jokers!